Mevrouw Serarens, u bent strafrechtadvocaat in Middelburg. Wat heeft de sluiting van Torentijd, wat zou dat voor consequenties hebben voor bijvoorbeeld gedetineerden en hun familieleden? Ja, dat is natuurlijk heel slecht. En eigenlijk zijn we daar al bang voor geweest vanuit de advocatuur. Vanaf het moment dat het parket zou gaan verhuizen, dan krijg je natuurlijk een aanzuigende werking van nou, dan gaat misschien de rechtbank weg, maar dus ook de gevangenis. Dus als dat gaat gebeuren, ja, dat heeft natuurlijk heel veel consequenties, ook voor mijn cliënten, de strafcliënten, maar ook voor hun families. Dus kijk, dat de cliënt dan in Breda zit en misschien dan ook naar een zitting in Breda moet, nou ja, dat valt dan nog wel te verkopen. Maar waar het om gaat is dat de families, die moeten natuurlijk dan wel ook op bezoek, bijvoorbeeld vanuit Breskens helemaal naar Breda. En dat is natuurlijk voor hun een grotere belasting dan nu naar Torentijd. Ja, want wat betekent dat dan concreet voor hun? Ja, dat zij veel meer moeten gaan reizen, dat kost geld en dat hebben heel veel mensen natuurlijk ook gewoon niet. Dus dat komt wel ten laste van hun. En daarnaast, dan moet je natuurlijk kijken van aan het einde van de rit van zo'n gevangenisstraf. Ja, dan moeten die mensen ook weer terugkeren naar de maatschappij. En dat is in Zeeland. Hoe ga je dat doen? Als je dan bijvoorbeeld nu open kamp hebt hier bij Torentijd, nou, dan kan je daar al kijken van, je gaat af en toe weer op verlof. Vanuit Breda wordt dat natuurlijk veel meer afstand en veel moeilijker om die reïntegratie eigenlijk weer goed te krijgen.